Goedendag, je kijkt naar de weerswarting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we eigenlijk vrijwel geen bewolking boven Nederland, maar de bewolking heeft dezelfde temperatuur als de grond en is daardoor slecht zichtbaar. De wolken zijn er dus wel, behoorlijk ook, en uh, eigenlijk alleen in het noordwesten en zuiden gaat vanochtend de zon al aardig schijnen. Lokaal kan een spatje regen vallen, maar dat stelt niet al te veel voor. Vanmiddag wordt de kans op een buitje iets groter, maar uh, ja, ondanks de weersymbolen die je hier ziet kun je de paraplu best thuis laten, want het is echt maar een enkel spatje. De zon schijnt ook van tijd tot tijd, grootste kans daarop in het zuidwesten en westen van het land en het wordt rond 20, 21 graden. Ook vanavond een enkel buitje, dan vooral langs de oostgrens. En ook morgen kan er lokaal een bui vallen, met name in het oosten en later op de dag ook wat vaker in het noorden. Temperaturen morgen 20 tot 22 graden en ik verwacht morgen in het westen en zuiden de meeste zonneschijn. De dinsdag ook in het zuiden de meeste zon, dan vooral in de noordelijke helft van het land kans op een bui. En de temperaturen gaan omhoog, 22 tot 24 graden. En waar vandaag de noordoostenwind nog stevig waait, is die dinsdag vrij rustig. Woensdag is een schitterende dag met veel zon, 24 of 25 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.